Alsof ik een dennenboom in mijn mond heb. Ja, ik voel het. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Rens. En ik ben Ellie. En welkom in ons drugsland. Ja, drugs. Heel veel mensen zijn er nieuwsgierig naar. Je hoort er veel over, zowel positief als negatief. Maar wat doet het nou eigenlijk met je? Ja. Dat onderzoeken wij in Drugslab. Wij nemen drugs in om te kijken wat het met ons doet en laten dat vervolgens aan jou zien. En ben je benieuwd naar een drug of heb je een ervaring die je met ons wilt delen? Laat het even weten in de comments. Ja, want Hectos, Brian, Ala Ganeshi en Tim waren ook heel erg benieuwd naar een bepaald soort drug, namelijk... Wietolie. Dit is onze wietolie. Het bevat CBD en THC. Ja, het ruikt heel kruidig, maar echt wel naar wiet. Ja, het ziet er heel donkergroen uit. Wietolie is niet echt een recreatieve drug. Het wordt meer gebruikt om mensen die ziek zijn of klachten hebben. Ja, dit is ook echt de enige illegale drug die ik ooit zelf gekocht heb. Echt waar? Ja. Ja, want toen mijn moeder ziek werd, hoorde ik hier hele goede berichten over. Dat het pijn zou verlichten, dat je makkelijker weer kan eten. En dat het misschien dus ook een beetje kanker tegen zou gaan. Nou ja, daar moet gewoon meer onderzoek naar gedaan worden. Had je moeder er baat bij? Ja. Was het fijn? Ja, dat zeker. Ja, het was al te laat, maar ze had er zeker baat bij. Gek dat het dan toch illegaal is, hè? Ja, ja, je hebt wel ook bij ons in de winkel gewoon CBD-olie. Dat is legaal, maar CBD met THC en dan boven de 0,2% THC, dat is gewoon illegaal. Dus wij hebben gewoon weer de illegale versie. Ja, as always. Ja. Ik ga het doen, want ik ben hier gewoon heel nieuwsgierig naar. Ja, ja, ik ook wel, ja. Maar ik ga het niet doen. Nee. De belangrijkste cannabinoïden die erin zitten zijn THC en CBD. Nou zorgt THC voor het high effect, een beetje het trippy effect. En CBD is weer rustgevend en kalmerend en werkt juist weer heel ontspannend. Yes, temperatuur 36,7, hartslag. Lekker rustig persoontje die ik ben. Ja, helemaal relaxed. Helemaal relaxed. Nou, ja. Het is slim om met één druppeltje te beginnen en dan het effect een beetje af te wachten. De ene olie is misschien sterker dan de ander. En de olie die wij hebben bevat 9% CBD en 16% THC. Dus jij gaat ook wel lekker een beetje high worden. Ja, dat is ook best wel een beetje sterk. Ja, dus gewoon beginnen met één druppeltje. Je hebt er een spiegeltje voor, zodat je precies kan zien dat je er eentje neemt. Ja. Nou, en dan een kwartiertje tot een half uurtje wachten. Mocht je dan niks voelen, kun je altijd bijnemen. Precies, ja. Want hoe je erop reageert, dat verschilt gewoon per persoon. Oké. Dat is een heftige kleur, hè? Ja. Ah. Helemaal groen nu. Oh ja. Alsof ik een dennenboom in mijn mond heb. Ik ruik het hier. Ja, oh ja, dit is echt gewoon een wietlucht. Oh, yeah. Heel sterk. Het heeft wel een beetje hetzelfde als toen ik hier voor hash rookte. Weet je, dat smaak die achterblijft in je mond, een beetje wat kruidige. Ja, het heeft iets heel natuurlijk. Ik heb wel namelijk hierbij het gevoel, met alle druk vind ik dat heel spannend, maar hierbij dan denk ik, ja, het is zo natuurlijk of zo. Ja. Maar ja, dat zijn truffels ook en daar ging ik ook helemaal vanuit ja, sterker. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk... Dat zegt niet zoveel. Nee, maar het zit erin. Ja. Wat cannabis doet, is het imiteert anandamide. En je hebt in je hoofd heel veel anandamide-receptoren die nu dus geprikkeld worden door de cannabis. En nou ja, die receptoren hebben invloed op je eetlust, op je emotie en angsten, op je spiercoördinatie, op je geheugen. Cognitieve functies, het plannen en controle van beweging. En ook op je beloningssysteem, dat je dus gewoon een lekker gevoeltje hebt. Nou kun je van THC ook echt wel paranoia worden. Ja, man. En echt in een bad trip raken. Moet je echt wel uitkijken dat je dus niet te snel denkt van oh, ik voel niks. Hop, ik doe er nog een paar druppeltjes bij. Nee, want ik wilde eigenlijk stiekem net al een druppeltje bij nemen, maar ik moest nog wachten. Ja, want zeker als je het de eerste keer gebruikt, kan het echt wel een uur duren voordat je iets begint te voelen. Dus jij mag nog geen druppeltje van mij. Oké. Ik ben wel heel mellow, merk ik. Ja, merk je al wel iets... Ja. Weet je wat ik dus grappig vind? Ik heb heel veel gelopen dit weekend. Ik had overal een beetje pijn. Mijn lichaam voelt wel lekker, maar wel een beetje slap. Heb je minder pijn nu? Ja, ietsjes. Lekker. Lord, come into our hearts with thy blessing. Lord, come into
moet wel zeggen dat de vibe heel rustig is, hoor. Je zit ook de hele een beetje te gapen. Ja. Ik ben wel echt heel moe. Maar wel lekker. Als je inderdaad heel slecht kan slapen, dan kan ik me wel voorstellen dat dit wel prettig is. En is het ook een beetje trippy al? Nee. Met die hash joint had ik echt na een paar heesjes dat ik al in één keer gewoon echt heel high was. Ja, het werkt natuurlijk ook niet. Heel snel. En sterk. Ja. Ja. Moet ik nog een druppeltje nemen? Als jij denkt van nou, ik zou nog een druppeltje kunnen bijnemen. En ik zou het interessant vinden, omdat je dan echt net iets sterker ook dat effect onderzoekt. Maar je moet het zelf aanvoelen. Ja, want hoe lang zou het zijn? Een uurtje. Ja, ik ben alleen benieuwd of ik dan nog meer moet, dan nog vermoeider word. Nou ja, dat maakt niet uit, toch? Als het zo is, dan is het zo. Nou, het kan weer een kwartiertje duren ongeveer voordat je iets begint te voelen van het tweede druppeltje. En het houdt ongeveer zo'n 4 tot 6 uur aan. Dus best wel een tijdje. Weet je wat gek is? Net voelde ik me een beetje wazig, vet, sloom. Mm-hmm. Nu heb ik het gevoel dat ik wel helder ben. Alleen mijn ogen voelen een beetje zwaar. Ik zit niet in mijn eigen bubbel of zo. Nee. Ik kan heel goed contact maken. Ja, ik heb nu ook eigenlijk bijna minder het idee dat je onder invloed bent dan net. Ja, heb ik ook. Ja. Ja, dat is raar, hè? Maar ik moet zeggen, ik voel me heel prettig. En ik heb dus wel zin om iets te doen. Oh shit, en daarom gaan we een reactievermogen testje doen. Oh nee! Als hij verandert van kleur, dan moet je drukken. En degene die verliest, wordt geëlektrocuteerd. Dat was een hele subtiele auw. Je bleef heel kalm, auw. Dat heeft ook een leuke lach. Ik zie je, de auto begint gewoon weer te lachen. Er is er eentje heel erg blij dat er allemaal eten staat. Allemaal voor jou. Allemaal voor Nelsie. Allemaal voor jou. Oh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb ook wel zin hoor. Nou ja, omdat cannabis nu op je hypothalamus receptor zit, heb je dus trek, want dat beïnvloedt weer je eetlust. Daarom heb je zoveel zin in eten. Want mij word ik een beetje stoned. Ik kom een beetje in mijn eigen bubbel, ja. Maar ik vind het minder beangstigend dan een joint. Misschien ook omdat hier dus in verhouding iets meer CBD in zit dan de hash die je bijvoorbeeld gerookt hebt. Ja, het is veel minder trippend. Maar jij bent volgens mij zo met eten bezig nu dat jij niet echt bezig bent met de andere dingen. Nee, klopt. Hey, Francisco. Esa conga está maravillosa. Ese ritmo sabroso. Así empieza. Ese bajo. Ahí. Salpica Vittorio. Nou, je hartslag is ook wel iets omhoog gegaan. Ja, hij blijft de hele tijd nu zo rond de 90 soms. Nou. Ja, en dat is ook een van de lichamelijke effecten van wietolie. En hoe is je zicht? Heb je ook een beetje een ander zicht? Wel een beetje wazig en ik moet echt moeite doen om serieus nu met het ding bezig te zijn. Ja, je bent snel afgeleid, hè? Ja. Ja. Want soms moet ik ook heel erg lachen. Ik moet opeens gewoon heel erg lachen over hoe jij praat. Waarom? Praat ik anders dan? Ja, opeens. Echt? Articuleer je op iets bij een... Ik denk dat mijn zintuigelijke waarneming ook een beetje verandert. Want ik hoor dingen anders. Ja. En ik zie het wat anders. Yo, ik heb echt vet, zien jullie hoe vet stoned ogen ik heb? Ja, ze staan wel anders inderdaad. Hè? Ja, en ze zijn ook hartstikke een soort van, alsof er een waasje overheen ja. zit. En de roodheid valt nog wel mee, maar je ziet wel dat je inderdaad onder invloed bent. Ik voel het. Het punt van, wow, dit is nog heel leuk, ligt heel dicht bij het punt van, wow, dit is echt best wel... hij stoont tegelijk zijn. En dat ervaar je nu ook? Ja. 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 Maar ik heb nu natuurlijk wel al bijgenomen. Met één druppeltje had ik dat niet. Ja, het wordt nu een beetje heftig. Mm-hmm.
Want ik ga opeens terug naar het moment van die salvia met mijn gedachten. Het hele begin maakte je dat je in een soort van bubbeltje komt. En ik merk nu dat ik met die wietolie ook weer in dat beginbubbeltje kom. Ja. Dus ik zit mezelf de hele tijd rustig te houden. Ja, nou, ik denk dat het heel goed is wat je ook doet om het gewoon te zeggen. Ja. En het gewoon op tafel te gooien. Ja. En ik denk dat je je ook wel kan voorstellen dat als je met mensen bent waarmee je dat niet kan delen of zo, dat je het bij jezelf houdt, dat het alleen maar erger wordt dan. Ja, ja, en nu is dat weer oké namelijk. Ja. Dat is fijn. Grappig. Maar dat laat ook maar weer zien dat de set en setting zo belangrijk is. Ja. Het ging echt even zo. Ik dacht, oh, daar gaan we weer. Toen denk je dat paranoia. Dat gevoel van, hè, begrijp ik nou mezelf? Begrijpen anderen mij? Kun je je voorstellen dat mensen met klachten of mensen met pijn, mensen met kanker, dit middel willen gebruiken? Ja, kan ik me wel voorstellen. Ik merk ook dat mijn lichaam prettiger voelt. Ook een beetje verdoofd. Nou ja, dat kan dus fijn zijn. Ja, je moet wel leren doseren. Ja. Dus je moet het echt heel... Wij hebben nu in een hele korte tijd opgebouwd. Je moet het denk ik echt heel rustig opbouwen. Wat voor jou prettig is. Want dit is eigenlijk denk ik te heftig voor als je pijn hebt. En je moet dus denk ik ook op zoek gaan naar de juiste balans voor jou tussen CBD en THC. Ja, als recreatieve druk is het echt precies hetzelfde als een dikke joint roken. Ik zou dit niet nog een keer doen. Nee, het werkt langzaam uit. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja. En of je je morgen anders voelt of dat je een katertje hebt of iets. Dan gaan we even checken. Yes. Als slaapmiddel is het in ieder geval sowieso goed, want ik heb echt van 9:30 tot 7:30 ochtends aan één ruk doorgeslapen. Ja, moet gewoon meer onderzoek naar gedaan worden. En als het echt zulke goede effecten heeft, dat het gewoon uiteindelijk in de apotheek verkrijgbaar is. Want het komt tenslotte uit de natuur. Wil je nou nog meer van ons zien, hebben we ook een eigen Instagram-account. Het tofste als je ons volgt. En ik zie jullie volgende week weer. Heel veel kusjes. Denk goed aan jezelf.